Goedemorgen. Het wordt een vrij zonnige dag bij een graad of 7. Dit is het TVWest nieuws van donderdag 28 februari. Ik ben Marcel van den Eng. De NS is een van de partijen die met de gemeente Den Haag praten over een nieuwe spoorverbinding tussen Den Haag en Brussel. De gemeente werkt op dit moment aan een eigen verbinding. Sinds het uitvallen van de Vira is er geen rechtstreekse trein meer tussen Den Haag en Brussel. De NS gaat kijken of er plek is voor een nieuwe treindienst tussen beide steden. Vandaag wordt ook in de Tweede Kamer gepraat over de falende Vira. De rechter beslist vandaag of de Turks-Islamitische Culturele Stichting in Den Haag mag intrekken in een leegstaand schoolgebouw in de Haagse wijk Transvaal. De buurt is fel tegen de komst van de stichting. Bewoners zijn bang voor aanslagen van de Koerdische PKK en voor overlast van bezoekers. In november werden in de Schalkburgerstraat aanslagen op het gebouw van de stichting gepleegd. Den Haag doet het goed op de hotelmarkt. Uit onderzoek van Hotel.info blijkt dat personeel van hotels in Den Haag het meest vakkundig en vriendelijk zijn. Nou, dat wilden we zelf ondervinden. We hebben verslaggever Erik Kooijman naar het Hilton Hotel, het chique Hilton Hotel, gestuurd in Den Haag. Ja, Erik, dat moet vast daar gelukt zijn. Ja, ik heb een nachtje geslapen hier in het beste hotel van Nederland. En ja, ik heb al mijn ex-vriendinnen uitgenodigd. Geen één komen opdagen. Ik wilde er echt een wilde nacht van maken om die gastvrijheid goed te testen. Er kwamen wat vrienden opdagen uiteindelijk. Waaronder, nou ja, vriend, een kenner. Jan Huizing van de hotelschool, marketing, city marketing, expert. Den Haag doet het ontzettend goed in die gastvrijheid. Hoe komt dat? Ja, Den Haag doet het fantastisch op een mooie eerste plek. Overigens, alle vijf steden staan eigenlijk op een mooie plek met een 7,5 en hoger. Den Haag een 8,06. En Den Haag is heel erg gericht op gastvrijheid. En de hotels zijn heel erg gericht op gastvrijheid. Den Haag als stad. Wil graag als internationale stad voor alle bezoekers heel gastvrij zijn. Ik kijk om me heen, ik zie hier Aziaten, Engelsen. Ik zag op de deurmat van de hotelkamers Financial Times rijtjes liggen. Mm. Veel zakenmensen. Mm. Zijn buitenlanders andere gastvrijheid gewend dan wij Nederlanders? Nou ja, de zakelijke reiziger is natuurlijk internationaal. En de hotels zijn ook gericht op internationale reizigers. Dus dat is eigenlijk geen enkel probleem. Daar hebben ze ook speciale trainingen voor. Dus eigenlijk zijn de standaards niet heel erg verschillend. Het gaat erom dat iemand die reist eigenlijk hoge eisen aan gastvrijheid stelt. En dat zijn internationale. Maar Nederlanders zijn van huis uit een beetje nuchter. Hè? Doe maar relaxed met al die luxe. Want ik heb gebaat in luxe vannacht. Dat is een beetje on-Nederlands volgens mij. Ja, Nederlanders zijn heel gastvrij, maar op een nuchtere manier, dat klopt wel. Maar een hotel dat met veel internationale gasten heeft te maken, zoals je net al zei, die gaat natuurlijk mee met de eisen en wensen van die internationale gast. Dus dan blijft het niet alleen maar bij die nuchterheid, dan gaat het om de echte passie voor gastvrijheid, voor die gast die daar is. En dat is dan vaak die internationale gast, dat klopt. Jus de Rans op een nuchtere maag is even wennen, maar ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, we gaan lekker genieten. Ik ook, abrikozen, beignetje. Nou, van alles en nog wat. Ik heb zalm met koek. Wie nog oude postzegels heeft in guldens of dubbeltjes, kan die maar beter snel gebruiken, want na 1 november zijn die niets meer waard. Verzamelaars zijn boos. Die zien de waarde van hun collectie enorm dalen. Ze stappen zelfs naar de rechter. Een van hen is de Haagse postzegelveiling Riedijk. Dit zijn voornamelijk nalatenschappen. Mensen die een partij postzegels hebben die zelf niet hebben verzameld, vaak van opa of vader hebben geërfd, zelf niet verzamelen en dan een weg zoeken om het voor een goede prijs te verkopen. Maar dat valt vaak tegen omdat er van de jongste zegels zoveel zijn. Dus zit er niets anders op dan die gewoon op te plakken. En dat stopt binnenkort ook. Eens in de zoveel tijd wordt materiaal blijkbaar ongeldig verklaard. Ja, terwijl onder de oude postwet toch de regel gold, uw postzegels blijven altijd geldig. Dus niet. De verzamelaars stappen naar de rechter als de frankeerwaarde wordt geschrapt. Nu kun je de post nog versturen met een hele goedkope postzegel. Wij hebben er zelfs een speciaal frankeerboek voor, waarin alle zegels op waarde gesorteerd zitten. Die dus allemaal gewoon overvloedig zijn in de verzamelmarkt. Dus en dus als gewoon worden weggeplakt. Een postzegel van een 10 gulden zou op de markt ongeveer 6 tot 7 gulden op moeten kunnen brengen. En daar verkochten wij ze dus ook elke veiling wel voor. Alleen op het moment dat ze niet meer geldig worden, zal dat een heel stuk minder worden. Ik weet niet wat het aan het eind van het jaar nog waard is, zeg maar. Maar ik voorzie wel dat het minder waard zal zijn dan dat het nu waard is. Dus het is sowieso zaak om de kerstpost misschien voor 1 november de deur uit te doen? Dat zou een goed idee zijn. Zou kunnen. Ja.
Een pechdag gisteren voor DJ Afrojack. De wereldberoemde DJ uit Spijkenisse heeft gisteren op de A4 zijn gloednieuwe Ferrari in de prak gereden. Hij vloog uit de bocht op de snelweg tussen Den Haag en Delft. Afrojack en zijn passagiers kwamen met de schrik vrij. Paus Benedictus treedt vanavond af. Een bijzonder moment voor Jan Jansen uit Schipluiden, want hij verzamelt alles wat met de paus te maken heeft. Foto's, munten, medailles, boeken en zegels. De verzameling van Jan Jansen is eigenlijk een beetje uit de klauwen gelopen. Het is door de jaren heen gegroeid. Een beetje uit zijn versie gegroeid, zou je kunnen zeggen. De verzameling begon met een verslag van zijn eerste reis naar Rome in 1980. Jan was onder de indruk van het charisma van de paus. Maar ook dat het een gewoon mens is. Hij is aanspreekbaar. Is het nou misschien een jongensdroom om ooit paus te mogen worden, ook voor u? Nou, voor mij zeker niet en ik denk voor niemand niet. Nee? Want je wordt ermee belast. Hoezo? Omdat het een zware last is om die verantwoordelijkheid te dragen. Als je representatief voor de leer van de kerk moet zijn, is dat niet eenvoudig. Vanmiddag in TVWS vandaag meer over de pausverzamelwoede van Jan Jansen uit Schipluiden. En andere kranten. Medewerkers van bureau Jeugdzorg Haaglanden worden de komende tijd extra getraind om loverboy-praktijken te herkennen. Daarover schrijft het Algemeen Dagblad. Loverboys zijn jongens die meisjes ronselen voor de prostitutie. De extra training is een vervolg op een proef om jeugdprostitutie te voorkomen. Het aantal gevallen van bijstandfraude in Gouda is de afgelopen tijd flink gedaald. Dat komt door verscherpte controle vanuit de gemeente, schrijft het Algemeen Dagblad. In 2011 waren er nog 80 gevallen van fraude. Vorig jaar waren dat er nog maar 11. En de vereniging Eigen Huis heeft geen goed woord over voor de gigantische erfpachtverhoging in Loosduinen in Den Haag. Daarover schrijft de Telegraaf. Huiseigenaren betalen voor de grond onder hun voeten nu nog maar enkele tientjes per jaar. Vanaf 2016 wordt dat 20 keer zoveel. En tot zover het TV West nieuws. Meer nieuws op 89.3 Radio West en op onze site omroepwest.nl. Daar is ook de vernieuwde app te downloaden voor de mobiele telefoon. En ook voor de iPad en de Android tablet. Vanmiddag vanaf 17:30 is er weer TV West vandaag. Maak er nog een mooie dag van.